werd geboren in Dar Azeria, waar ik woonde totdat de oorlog uitbrak. Nooit had ik verwacht dat ik op een kwade dag alles achter me moest laten. Mijn huis, mijn kamer, mijn bed en zelfs een deel van mijn jeugdherinneringen. Eenmaal in Nederland voelde ik me als een pasgeboren baby zonder moeder. Ik moest alles, maar ook alles opnieuw leren. Bovendien zit ik tussen twee culturen, de Nederlandse cultuur van mijn omgeving en de oude, vertrouwde cultuur van mijn familie. Het is voor mij heel erg belangrijk om een evenwicht te vinden tussen beiden. De taal, die moeilijke Nederlandse taal, lijkt echt de sleutel te zijn om hier goed te kunnen aarden. En nu kijk ik uit naar de avonturen die nog zullen komen. Want één ding weet ik zeker, morgen wordt het beter.